Hallo kijkers van DJ Jelly, welkom bij een gloednieuwe aflevering van LOL in Disneycraft. We zijn er weer, ditmaal zonder iets wat... Erik! Erik is er, dat is lang geleden. Maar goed, wij gaan naar de Nautilus. Gaan wij eens doen, want dit is een van de nieuwste loopattracties. Niet zo lang open. En het is een onderzeer. En... dat was een achievement volgens mij, maar we hebben alle achievements, dus dat is goed. We moeten er doorlopen, ik dacht dat we hier al af moesten. Oké, we gaan. Hier moeten we dus af, oké. Dit is het begin van de Nautilus. Zijn er ook ergens? Van de Science Danger, de machinekamer, oké. Dit is een onderzeer. En we gaan nu... weet zich voor me. Oh ja, dit is over een half uurtje livestream, het is zaterdag, gaan we natuurlijk. Oh, ik zou hier iets aan. De geheimen van de zeven zeeën. Oh, is, oh ja, bibliotheekje, klein biepje. Oké. Wat hebben we hier? Hier slaapt de Nautilus. Oké, what the fuck. Oh, hier licht aan. Ging hem nu net licht aan? Ik heb licht aan de hand. Klok uitmaken hier. Wat is het zo? I don't know. De eerste is het roer, dus kan ik zo sturen. Kunnen we hier ook op het stoeltje zetten? Nee, ja. Oké. Oh. Niet aankomen. Origineel. Orgel van kapitein Nemo. Orgel. Waar is een orgel? Oh, dit is de orgel. Ik heb de orgel gespeeld. En wat hebben we hier nog? Handen wassen, hier wordt werelds gekookt. Oké, okay, moet mijn handen wassen, was het kraan. Kraantje, kan ik in de kraan? Okay. Nou, dat was de Nautilus. Dat was de Nautilus. Even toch kijken, kijk eens, niks bijgekomen. Nee. Doe maar gewoon, Nautilus is nu geopend. Kijk als er mensen komen. Want dit is echt maar een attractie waarvan... ja, kijk. Erik! Erik! Oké, we gaan Erik achterna. Erik, Erik. Lachen, Erik. Alsjeblieft. Erik, kom hier. Kom hier. Erik, hier komen. Oké, dit is Erik. Oud crewlid, zoals jullie wel vast en zeker allemaal weten. We kunnen hier ook in de reparatiewerkplaats, in de grote loods... wacht even zeggen, Erik. Dus dat op video. De grote plaats waar dus schepen worden gemaakt. Schepen worden gemaakt of hersteld. Maar ik denk dat dit meer een, denk dat dit meer een bouwplaats is. Oh ja. Yeah. Maar ik denk dat het echt meer een bouwplaats is van voor gloednieuwe scheepjes. Ja. Dat denk ik wel, zo te zien, want ja, er is niks, hier is geen oud schip, niks. Wat is er nog te doen in het haven? Het havenmonument natuurlijk. Ik durf niet, nik. Hier in de haven is eigenlijk, daar zijn we nog niet zo vaak geweest, denk ik. De grote boot hier ligt een boot in het droogdok. Die wordt dus wel gemaakt van de buitenkant. Dat is een bestaand, ja, dat is volgens mij, die lood is echt voor een gloednieuwe boot te maken. En dit is het droogdok, waar dus al helemaal grote boten, zoals het grote Disneybootje. Verbootje, grote boot. wordt gerepareerd langs de buiten- of binnenkant. We hebben hier nog wat huisjes staan in de Main Street. Dus in de Main Street in de haven. Er zijn nog een paar achievements hier verstopt in de haven. We hebben hier Mickey's stoomboot in de haven liggen. Dat is ook een achievement. Wat kunnen we nog doen? We hebben al eigenlijk bijna alle attracties hebben gedaan. In ieder geval, ja, NPC's willen niet echt laden, heb ik de indruk. Ik weet ook niet hoe het komt, maar dan zijn we nog wel leuk in de livestream. Oké, we gaan het piratengebied even doorvliegen. Ik denk dat wij gewoon eens even naar Warp Spawnia. En terug naar de creative gaan kijken, naar mijn plot. Ik moet jullie wel zeggen dat mijn plot was vroeger 0-0. Nu is het 0-6.1 helaas, omdat er een lag spike op zat. I don't know wat er precies mee was. En ik even ph/plotmio. Dit zal dus worden geopend door Stefaneke.
Ik ben dus aan een kermis aan het bouwen. Heel veel mensen weten waarschijnlijk nog dat ik aan die grubs aan het bouwen was. Maar toen dacht ik van, hey, ik bouw gewoon een kermis. En als ik nu zelf een rondleiding ga geven, ik ga daarachter beginnen. Want daarachter ben ik beginnen bouwen. Met het hoekje, met het witte kraam. Oké. Als we hier helemaal achter doorlopen, komen we als eerste in de donutfrietjes tegen. Dus hier kan je frietjes kopen. Alles is nog gesloten. Maar we kunnen wel alles eventjes mooi in de stiekem komen kleuren. Dus je hebt hier zeg maar de etalage en dan de frituurketels. En dan hebben we daar hier achteraan hebben we dus de vrachtwagen staan. De frituur van Lingen, zo heb ik hem genoemd. Een beetje schuiner tegenover hebben wij de Safari Ride voor kleine kindjes. Dus het gaat ook helemaal bij Safari. De Safari Ride is dus een attractie die werkt. Ik moet hier wel nog een systeemaanpassing doen, want ik kan beugel gesloten op één knop moeten zetten. Dat moet ik nog allemaal doen, dus mijn muis wil nog precies niet echt meewerken. Dus die heeft soms een kuur even uittrekken. En weer erin. Hij heeft soms een kuur, dat hij niet wil. Ik ga hem even afsluiten hier, want hij wordt dus even een onderhoudsbeurtje gestopt. Jezus Christus. Nee, hier kunnen ze nog komen. Ik denk dat ik het hier moet afzetten. Kunnen ze hier nog door? Nee. Ik ga het even zo helemaal toezetten hier. En dan ga ik hier even een... in onderhoud. En hier langs achter ga ik het ook allemaal dichtzetten. Zodat er hier echt niemand binnenkomt. Ik wil, want sommigen die komen hier dan binnen. En dan beginnen ze op knopjes te duwen. En irritant te doen. En ja. Van die gezicht. Ik doe hier wel nog zelf even binnen. Dus... zo, oh. Hij wordt geplaatst achteraf, zie ik. Voilà. En dan moet ik alleen nog de achterkant even dichtzetten hier. Want ja, dat is ook niet de bedoeling dat ze hier nog binnen kunnen natuurlijk. Kunnen ze er ook naar binnen eigenlijk, als ik het zo doe? Nee. Oké, okay, dan ga ik nu bij deze helemaal dicht. Bij deze heel deze attractie afgesloten voor het publiek. En ik ga het een andere keer bouwen. Ik ga wel laten zien hoe het eruit ziet. Maar dat wordt een heel simpel flip-flop systeem. Achter of langs het rechts van het frituurtje. Van de frituur. Hebben wij het eendjesvislok. Hebben wij, weet het precies weer. Even kijken. Eendjesvissen. En de officiële naam van de attractie van het kraampje heet. Het staat er ook allemaal op. Blub-blub eendjesvissen. Blub-blub eendjesvissen. Zo heet het dus. En je ziet, we hebben hier een ganse bak en we hebben vishengeltjes opgehangen en dan de prijs natuurlijk. Voor eentje vis is voor een stuk of 10, €2,50 te betalen. Langs het eentje vis hebben wij shootingstal en jullie raden het sowieso niet. Maar dit is een schietkraam. Oh nee, dat, hier hangen dus zeg maar de ballonnen op. En dan heb ik hier de prijzen voor kogels. €5 voor 10, 10 voor 20 en 15 voor 30. Goed. Shooting cell met de geweertjes van Disney Graf. Daarlangs kan je weer lekker gaan eten, wou ik wel zeggen. Maar we gaan eerst even naar Louis Paardjes. En dat is het zadel zelf komt van Shane. Dus Shane, als je kijkt, hartelijk dank voor Louis zadel. Vandaar dat deze attractie dus ook Louis Paardjes heet. Louis Paarden eigenlijk. Louis, de paarden van Louis. En dan hebben we hier een suikerspinnenkraampje, maar dat moet ik nog een beetje inrichten. Een kleintje groter dan een gemiddelde suikerspin kan je hier kopen. En overal staan lichten op en wat staat hier eigenlijk nog op, suikerspin. Uitzonderlijk gevoel natuurlijk. Langs het draaimolentje hebben wij een attractie waar je in zit en het gaat dan op. Het is nu nog aan de grond, aangezien alles nog gesloten staat. Maar botsertjes zijn er gewoon. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Sky Swing. Oké, Sky Swing. Ik moet hier wel voor de draaimolen en voor Sky Swing nog een vrachtwagen maken. Tegenover Sky Swing hebben wij natuurlijk de botsautootjes genaamd. Daar staat het goed. De 66 heet die. Kopieer jetons. Jetons. 1 jeton is 1 euro. En ja, de prijzen, boemen, kleur en shit. En shit. Als we dan doorlopen, we zijn bijna klaar eigenlijk met de rondleiding al, want ik moet verder bouwen. We hebben hier een Big Swing, maar ik weet niet of die Big Swing of Disney Swing. Hey, Disney Swing. Je kent het wel natuurlijk allemaal, de Disney Swing. En hij heeft dus allemaal mooie paintings ophangen. Hier ook allemaal verschillende paintings. Behalve de eerste en de laatste. En dan die Mickey en die Mickey. Nou, hier is het... misschien even kijken, hoe ziet de kassa eruit? We gaan hem even openvreten hier. Dus dan komt er binnenkort, komt er natuurlijk
met dingen samen te zijn. Dus dan zat het eigenlijk zo, of ik denk dat mijn kaart is gaan werken. Dan zit daar gewoon een mannetje. Heel simpel. Ook de vrachtwagens zijn allemaal leeg. Kijk, hup, allemaal leeg. Maar ja, het hoort erbij, ja. En dan heb ik hier nog een nieuwe werkende attractie. En dat is een rups. En die wil ik jullie graag demonstreren. En dat vind ik eigenlijk een superleuke attractie. Die rangeert in één keer 29 karretjes. 29 karretjes. En dat doet je dan ook uitrangeren. Maar het is allemaal met knopjes. Het is niet meer moeilijk koeler dan ik het in de vorige had. We werken het met levers, beugels open en sluiten een aparte knop. Nu is het allemaal samen op één knop. We hebben geen wireless red zone. Maar toch is het gelukt om hem te maken. We gaan hem eens inrangeren. Voilà, hij is spannend. Dan stopt hij. Dan kunnen we hier één keer klikken, besloten. Twee keer klikken, en terug open. Dan besluiten we ze. We drukken op het knopje hier om te starten. En hij gaat draaien. De Dance Factory, zo heet hij. Dan ga ik hem op stop duwen. De trein heeft al echt het einde aan het begin. Voilà, het is just langsgekomen. En dat moet ook wel. En ja, als ik er nog een extra kaartje bij zet, dan zou hij niet echt, dan zou hij gewoon niet stoppen. Dan duwen we natuurlijk even de beurs open. En dan wil ik wel inrangeren, dat is derangeerd klikken. Ik sluit de dingen weer af. Hier kan je dus, het is hier 2-in-1. Hier wordt zowel bestuurd als de jetons. Maar hier zijn de kaartjes. Hier kan je dus ook de kaartjes kopen. Die moet je hier ook kopen. In dit grote, in deze hele grote trailer zit er één. Waar we nu in zitten is één lange trailer. En die wordt dan tegen de hoofddingen aangezet. Ik kan het even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk. Dit is de inkeping. Je ziet ook dat het wordt aangeduid met de lichtjes. Met de lampen van de trailer. De wielen en de trekhaakding. Dus dan hebben we hier hebben we het oog op hangen. Hier, dit is het midden van de dingen. Dus dat is dan ook de trailer. Het is systeem. Wat meot. Ja. Wat meot. Oké. Okay. Ik kan even snel het systeem laten zien. Het is eigenlijk meer lol dan creative. Moet ik zeggen deze keer. Maar goed, we gaan even ondergronds kijken hoe het eruit ziet. Dit startknopje gaan we volgen. Als we het startknopje volgen, komen we hier bij een blok. Maar dat is een piston. Flip-flop. En dan gaan we even door naar daar. Als we daar kunnen komen. I don't know. Nee, eigenlijk. Ja, ik denk dat ik gewoon even dit allemaal moet gaan slopen. Om daar toch te komen. We zien dat we hier de ratten gepowered. Naar die dorst, ja, de achterste dorst wordt dat uitgezet en dan gaat de attractie draaien. Die moet op Botex. Het volgende wat wij hier hebben is het beugelsysteem. Dat is zeg maar een flip-flop met een dubbele werking. Om het zo te zeggen. En het is eigenlijk ook goed hoor. Het is een flip-flop met dubbele werking. Hij zit hier. Ik moet even het hele pad lopen om in het kamertje te komen waar hij zit. Maar hij zit het hier. Hij heeft dus een dubbele werking. Eerste werking gaat hier onderdoor. En dan gaat hij zo helemaal door naar via deze line. Hier even niks lopen. Gaat hij daarna wat we net zagen. Net was er een repeater al aan. Dat is het off. Dus dat hij nu uitzet. En dan gaan we nu over naar de tweede lijn. Die volgen we heel mooi naar hetzelfde plekje. En dan doet hij de blockchain subscribe door en dat is zeg maar de uitnemer. Dus nu zet hij dus uit en als ik dan een knopje doe, gaat hij aan. Verder gaan de beugels aan. Of eigenlijk gesloten. Dan hebben we nog systemen. Die er even uitkomen. Oké, ik moet heel even hier. Oh shit. Oh, ik heb de pissing gesloopt. Die moet mooi terug. Die ook. Aanhanger is lopen. Voilà. Dus wat we nog hebben is het DNN rangeer systeem. Heel simpel natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk om het bordje. Ik zal eens even naar het plekje gaan waar het rangeer bordje zit. Dat zit achteraan. Zit dat. Dus we hebben hier op het eerste stuk. Het is niet zeg maar je moet een cirkel maken. Maar dit is een stuk van 7 op 5 wat we hier nu oplopen. En dan hebben we hier weer een stuk van 7. Hier zit het in aan het kijk.
Die hebben dus twee in destroy en het infrangeersysteem zit ergens anders, denk ik. Hier zit dat. Kijk, we gaan 100 trains van oh nee, het zijn toch 30 karretjes. Er zijn toch 30 karretjes. 30 karretjes zijn het dus toch? Eerst het maar 29 waren. Maar de vorige was het 29, nu zijn het terug 30. 30 karretjes in één klap is het maximum wat je kunnen rangeren. Maar goed, dit staat er voorlopig. Hier komt nog sowieso het spoorhuis op. Hier komt nog een samenattractie booster. En heb ik ook eens een attractie vergeten daar in het hoekje. De Toy Story Rides. Mini Rides is dat. Kinderachtbaantje. Die is dezelfde systeem als de RUPS. Die is wel al up-to-date met het knopsysteem van de beugels. De andere nog niet. De Safari Ride, want dat heb ik heb het pas bij die ontdekt, zodat ik het kon. Dit is het dus. Er komt dan daar nog een Big Swing, daar komt daar nog een spoorhuis, er komt hier nog een hangende achtbaan, er komt nog van alles. Ik kom nog terug. En dit was de nieuwe aflevering van Lol in Disney Club. Eigenlijk was het meer, zoals ik net zei, Lol in Creative, maar toch. Ja, ik hoop dat jullie weer een leuke aflevering vonden. Doe het blauw duimpje omhoog en ik zie jullie volgende week weer een nieuwe aflevering van Lol in Disney Club. En natuurlijk ook deze week bij extra video's. Oh, nogmaals het kanaal, die gaat over Astrocraft, want het is bijna klaar voor opening. Er is een website, er komt een teamspeak bij, allemaal shit en shit. De website wordt heel mooi, die is al klaar helemaal en bla bla bla. Jullie zullen het allemaal zien, ik zal wel aan jullie vertellen. De tunes blijven maar laten hiervan voor mij. Dames en heren, ik ga afsluiten, tot de volgende keer, later.